Wij zijn dokter Stuart en dokter Klein. En dit is onze vriendin, Tanja. En dit is Tanja, haar baarmoeder. Als eerst hebben we het ovarium. Dat wordt gevolgd. Dan kom je terecht in de baarmoeder. En dan het baarmoederslijmvlies. De baarmoedermond. En de baarmoederhals. En de vagina. Okay, we gaan nu even over het baarmoederslijmvlies van Tanja hebben. Dit is het baarmoederslijmvlies en dat is hier uitvergroot weergeven. Daarboven hebben we het slijm, dat roze gedeelte. Dan zijn die rode en die blauwe dingen de bloedvaten. En dat baarmoederslijmvlies verandert tijdens de... het menstruatiecyclus van Tanja. Hi! We gaan het hebben over de eierstok van Tanja. Wie wil het nou niet hebben over de eierstok van Tanja? We beginnen met de drie fases waarin de waarin de follikel zich rijpt. Dan komt er een eisprong, oftewel de ovulatie. Dan springt het eitje uit de follikel. De resten van de follikel noem je het gele lichaampje. En dat is een soort van verschrompeld klein velletje, vliesjeachtig iets. Dat was de ovulatie van Tanja. Is het menstruatiecyclus van Tanja schematisch weergegeven? Hier zie je... Dit stelt het baarmoederslijmvlies van Tanja voor. En daaronder zijn de dagen van de maand. De eerste vier dagen, die hier oranje gekleurd zijn, daar vindt de menstruatie plaats. Het baarmoederslijmvlies stoot deeltjes af, deeltjes bloed. En de dagen daarna gaat het baarmoederslijmvlies weer groeien. En dan vindt ook het proces van de rijpende follikel plaats. En op 14 vindt de ovulatie plaats, de eisprong. En dan daarna zie je weer op dag 1, 2, 3 van de volgende maand, vindt weer de menstruatie plaats. Hallo. Leuk om jullie weer te zien. We gaan het nu hebben over de hypofyse. De hypofyse vindt zich plaats in het midden van het hoofd. Heel goed gedaan. Mevrouw Klein. En de hypofyse is, de functie van de hypofyse is vooral de hormoonhuishouding. Het is een hormoonklier en het is goed voor de stimulatie van hormonen. Het geeft FSH af. Dat is een follikelstimulerend hormoon. LH, dat is luteïniserend hormoon. Hierdoor barst de follikel open. Ook heb je het hormoon HCG. Humaan chorioamgadotrofine. En dat houdt het gele lichaam in stand. Dat is belangrijk dus voor de ovulatie. Wij gaan nu vertellen wat er gebeurt bij bevruchting. Er gaat een piemeltje de vagina in. Als er seks is. En daar komt dan sperma uit. En daar zitten duizenden zaadcellen in. Maar één zaadcel kan de reis overleven en de eicel bevruchten. Wat gebeurt er als de zaadcel de eicel bevrucht? De zaadcel dringt dan de wand van de eicel binnen en de staart laat dan los. De kern van de zaadcel smelt dan samen met de kern van de eicel en dat is het begin van een baby. Dankjewel voor jullie aandacht en bedankt voor het kijken. Oh,
allemaal stelt het baarmoederslijmvlies voor. Je hebt dag 14.